Nee, Ferrier, we gaan nu iets uit de Magic Box pakken. Dus ik zie hier iets. Heel voorzichtig zijn. Zo. Ik ga ze eruit halen. Ja, ik heb natuurlijk geen flauw idee wat dit is. Lijkt mij gewoon een stuk steen. En ik heb hier... Ook een andere steen. Ook een andere steen. Als die dochters van mij dit zien, zouden ze dit gewoon in het water gooien. Ik ga je vertellen wat dit is. Wat is dit? Dit zijn bijlen. Dit is een stenen bijl. Een fossiel. Stenen bijl van de Indianen. Deze komt uit de Quatarets. Schelpen. Schelperets gevonden. Dit is een andere stenen bijl. Die komt uit het Pararak gebied. Deze bijl gebruikt is om dingen om te hakken. En deze bijl ook, deze is veel meer een huishoudelijk artikel geweest. Okay. En dit is veel meer een werktuig geweest. Dit type bijltjes, dus, daarom zei ik, het is een huishoudelijk artikel, die werden voornamelijk door vrouwen gebruikt om dingen te schrapen. De Amerindiaanse bevolking van Suriname, ze noemen zich inheemse, wat volkomen onterecht is. Ze zijn Amerindiaan. En het Amerindiaan is een compromiswoord. Ja, maar de Amerindiaanse bevolking van Suriname, die raakt zich van haar eigen zijn erg bewust. En die wil ook haar plaats hebben. Maar ze zijn klein in aantal en verdeeld in stammen. En het grote dilemma, het punt is voor de planning, is dat je daar toch rekening mee houdt. Omdat je dus deze mensen... status gaat moeten geven, waarbij ze dus mee kunnen doen in de dialoog. En als je straks gaat plannen, dan zit je met die hele kleine groepjes. En dan is het voor mij de opgave van hoe denken jullie dat bij het planbureau in structureel opzicht te doen? Ja, kijk, dat is inderdaad een hele moeilijke opgave. Maar er zijn wel een aantal kleine successtories die we hebben gehad, zowel in Suriname. Maar ook voorbeelden in het buitenland waar we van kunnen leren. En ik dacht dat recent Amazon Conservation Team een aantal van de inheemse dorpen, de mensen al daar, hebben getraind tot zijnde Conservation Ranger, zo heet dat volgens mij. En als je kijkt naar wat er in het vooruitzicht ligt, waarbij onze bossen en onze biodiversiteit steeds belangrijker worden en steeds meer kunnen gaan fungeren als een economische motor, toch? Als een deviezenverdiener, dan kunnen denk ik die inheemse middels die PPP-constructie tussen de overheid, Amazon Conservation Team en de lokale dorpsgemeenschappen en natuurlijk tailored voor elk dorp, conform dat FPIC, Free Prior and Informed Consent concept, kunnen zij dus één, zeg maar als custodian, hè, als guardian van die biodiversiteit optreden. Twee, daarmee ook een goed eigen bestaan opbouwen. En zelfs invulling geven aan bepaalde aspiraties. Je hebt die jonge dame. Ik ken de voornaam. Ze heet Jupta. En de achternaam is moeilijk. Ik durf het bijna niet uit te spreken. Maar haar droom is dus om in het binnenland. En daar werkt ze keihard aan. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Om in het binnenland een inheemse universiteit op te zetten. En er is een voorbeeld daarvan ergens in Midden-Amerika. En zij wil dat voorbeeld nastreven. En ik denk dat dit soort initiatieven en dit soort samenwerkingsverbanden, natuurlijk voor de biodiversiteit, maar ook gewoon voor de mensen zelf natuurlijk in eerste instantie. En je kapt het bos niet om. Dat is zo belangrijk. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.